altijd zijn we op zoek naar de gadget van South by Southwest. En ik denk dat het deze wordt. De Leap. De Leap. Een klein doosje van leapmotion.com. En wat zit hierin? Hier zitten twee camera's in en verlichting. En deze, die pakken jouw vingers. Jouw vingers van jouw handen. En die laten gewoon zien hoe die in de lucht bewegen. En je kunt dat allemaal gebruiken om je hele computer te gaan beheersen. Het aardige is dat hij nauwkeurig is. Ik zie hier de vijf vingers die ik hierboven hou met een ongelofelijke precisie. En het aardige is, ik kan ook bewegingen maken met mijn hand. Van links naar rechts. Of ik kan cirkels maken en herkent hij. En natuurlijk, dit is totaal afhankelijk van wat software developers ermee doen. Want je kunt dit gebruiken in gaming, je kunt dit gebruiken in education, je kunt dit gebruiken in customer service. Je kunt gewoon computers nu met 3D-bewegingen gaan beheersen. Maar het is ongelofelijk hoe snel en hoe intuitief het voelt. En how does it show up on my screen? How do my fingers show up on the screen? It's our algorithm. It's our software. Hardware is very simple. It's off-the-shelf components. And all our IP, the secret sauce, the magic, is in our algorithm. Yeah. So this thing only flies with software and with applications. What kind of application can we expect? Many different kinds. There'll be gaming applications, there'll be science, education, art, music, business productivity. Whatever you use your computer to do, you can do with the Leap Motion device. We also have multiple gestures. So we have a screen tap. We have a downwards tap. We have different swipes. We have a circle gesture. And also, since we're a 3D motion control technology, we can also do the gestures in 3D. So they can go in every direction. And the circles can go in every direction as well. When did you start creating this? We started in 2010, and we're here about to launch on May 13th. Okay. And the price will be? $79.99, shipping internationally. De conclusie, nadat ik hier ben rondgelopen. Dit is de nieuwe user interface die erbij komt. Naast de iPad is dit gewoon het meest interessante wat er is. In 3D gewoon rondlopen. Met games zal het allemaal goed komen. Maar met educatie. Als ik kijk hoe mijn kinderen gewoon de iPad oppakken. Die gaan in 3D helemaal gewoon makkelijk met computers praten. En wat ze daarmee gaan doen vind ik heel interessant. En bij de medische wereld. Dat gewoon de chirurg even patiënteninformatie tevoorschijn kan halen. Zonder dat hij dat vieze, gore, smerige toetsenbord hoeft aan te raken. Hartstikke interessant. Waar de software developers mee gaan komen, dat wordt gewoon heel spannend. Maar dit is wel voor mij een van de top 3 gadgets van South by Southwest. De nieuwe user interface.